Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Deze dagen ook de NPS, de kleinste partij binnen de coalitie, is uit de coalitie gestapt. En Dr. Wim Bakker is NPS'er en criticus en City Sanang. Wim Bakker, hoe kijkt u naar deze hele situatie, tsunami, deze weken? Zeer verontrust, zeer bedroefd, zeer, ja, het is heel erg. Eindelijk zijn we terug naar af. Ik ben eigenlijk de afgelopen dagen gaan bezinnen, want ik dacht aan de tijden terug van 1987, toen we begonnen met de strijd voor de herdemocratisering van Suriname. Wat we allemaal hebben gedaan, wat we allemaal hebben meegemaakt. Ik was toen een pokoeman. Ik ben nog steeds een pokoeman, maar ik heb afgelopen 5 jaar eigenlijk weinig aandacht aan muziek besteed en meer met politieke discussies bezig gehouden. Maar toen in 1987 zat ik in de muziekgroep Savanne en we maakten toen het lied Denki Dimching. Dat was eigenlijk een lied om in de problemen die we in de jaren 80 hadden, om de aandacht te vragen voor de kinderen. En dat lied was dus een heel goed lied, heel belangrijk lied. Was ook heel gewild, populair, werd veel afgedraaid in die tijd. En een ander lied dat we maakten in die tijd was In de Rij. De rij is vandaag wel heel erg lang. Samen staan we in de rij. Is er een pakketje bij? Wie boort daarvan opzij in mijn rij? Wel, dus dat was een liedje. Het was een beetje half met een knipoog bedoeld. Maar het was eigenlijk de serieuze situatie die we in de jaren 80 hadden. Dat je voor alles in de rij moest staan. Dat er geen shampoo te krijgen was. Mijn vrouw was daar haar met honden shampoo. We deden de afwas met honden shampoo. En ik dacht, joh, we zijn eigenlijk helemaal weer terug naar af. En als ik dus dan kijk naar dat Jean Binda is vandaag gecremeerd. Hij is 69 geworden en ik ben ook 69. En ik dacht van mijn tijd, man. Moet ik doorgaan? Moet ik doorgaan met deze politiek? Heeft het nog zin om te proberen mensen bewust te maken? Waarbij alles wat je schrijft verkeerd wordt uitgelegd. Alles wat je zegt, een andere draai wordt eraan gegeven door mensen die het voor zichzelf willen gebruiken wat je doet en wat je zegt. Ik ben nu 7 jaar bezig met City Suriname. We vergaderden 5 jaar lang, hebben we elke maandag vergaderd. Door COVID is daar een eind aan gekomen. En nu vergaderen we maar 1 keer per maand. 5 jaar lang hebben we vergaderd. We hebben alle mensen daar bij City Suriname over de vloer gehad. Van alle politieke partijen bijna. Curtis Hofwijs, Maisha Neus, Harold Kabenda, Amazonepartij, Palu, Spa. Maar een van de mensen die regelmatig kwam bij City Suriname was Jean Binda. En ik ben hem daar heel erg dankbaar voor. Hij is 2 keer, heeft hij zelfs een lezing bij City Suriname verzorgd over ondernemerschap. Een hele goede lezing. Met Sjaam kende ik al eigenlijk vanaf de middelbare schooltijd. En ik heb hem altijd gekend als een oprechte man. En hij is in de politiek gegaan, niet voor eigen gewin, maar echt voor Suriname. En ik dacht van, kijk, Sjaam is nu dood. Hij is 69 geworden, ik ben nu 69. Eigenlijk leef ik, als ik mijn leven afzet tegen het leven van Sjaam, dan leef ik eigenlijk in geleende tijd. En dan vraag ik me af, moet ik als 69-jarige man doorgaan mijn leven in gevaar te stellen? Want dat is nu het geval. Journalisten worden bedreigd. Zelfs Paquito wordt bedreigd. Kijk, de meeste mensen besteden er geen aandacht aan. Ze zeggen het is de overheid, het is de president die Paquito bedreigt. Maar Paquito is in de menigte bedreigd door mannen die het niet eens waren met zijn pogingen om de menigte te beheersen. Want Paquito probeerde de menigte te kalmeren. En hij heeft zelf verteld dat er mensen in de menigte waren die hem bedreigden met pistolen. Ze lieten hem een pistool zien. Dus
Je bent gewoon in levensgevaar nu. In Suriname, als je een politiek doet. Want er rijden gewapende bendes rond. En die kijken waar ze slachtoffers kunnen maken. Tot nu toe zijn het... er wordt opgeroepen scholen in brand te steken. Ze hebben geprobeerd het hoekhuis op het plein in brand te steken. Ze hebben geprobeerd SRS geprobeerd in brand te steken. Ze rijden tot in Wanica en plunderen de winkels waar cellphones verkocht worden. Het leven van de gewone is niet veilig. Er is geen orde en veiligheid. En wat heel erg, het ergste van alles is, is dat men de regering daarvan de schuld geeft. Terwijl eigenlijk het overduidelijk en klaar als een klontje is dat alles, alle pina die we nu hebben, de verantwoordelijkheid is van een regering, een vorige regering, die dit land in schulden gestort heeft, die we in 100 jaar niet gaan kunnen oplossen. Misschien wel nooit. Misschien wel nooit, want we weten van schulden dat als we een bepaalde level hebben bereikt, dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met rente afbetalen. Alleen al de rentes voor al die schulden kunnen we niet betalen. Laat staan afbetalen van de schuld, de body van de schuld zelf. We komen er nooit vanaf, nooit meer. En dan geeft iedereen Sjaan de schuld. De president krijgt de schuld. Ik vind dat heel erg. In ieder geval, ik overweeg heel ernstig om een punt achter mijn politieke carrière te zetten, omdat het eigenlijk weinig zin heeft om op deze manier verder te gaan. Ook de progressieve beweging, die heeft helemaal niet door dat je niet door kan gaan op de oude voet met de oude politieke manieren. Kijk, op dit ogenblik is er een strijd aangaan tussen politieke partijen, maar onder de oppervlakte is er een diepere oorzaak achter deze strijd. En dat is een strijd tussen het oud kapitaal, het traditioneel kapitaal, en het nieuwe kapitaal. En het probleem is dat het nieuwe kapitaal heeft de aanval geopend op het oud kapitaal. En hij heeft daarbij een bondsgenootschap met de gemarginaliseerde massa. En dat is niet, Suriname is niet uniek. Trump, de aanhangers van Trump waren ook gemarginaliseerde mensen. De aanhangers van Bolsonaro ook. Je ziet dus in Brazilië, in Amerika en ook in Suriname en ook in vele andere landen, in de hele wereld eigenlijk, dat nieuwe elites die opkomen aan de hand op basis van nieuwe verdienmodellen, nieuwe businessmodellen, dat die hinder ondervinden van het oud kapitaal en de oude staatsvormen die door het oud kapitaal geschapen zijn. En ze zijn dus overal in de wereld, is het nieuw kapitaal bezig te strijden tegen het oud kapitaal. Nou, ik ben geen voorzitter van nog nieuw, nog oud kapitaal, maar we moeten onderscheid maken. Willen wij als progressieven ooit de gelegenheid hebben om werkelijk het volk bewust te maken, werkelijk in de gelegenheid te zijn om met het volk in gesprek te zijn, werkelijk organisaties te kunnen oprichten die volgens nieuwe principes, nieuwe werkmethodes hun routes uitstippelen, hun politieke leid uitstippelen. Als er geen orde en veiligheid is, hoe kunnen we eigenlijk stoppen? En ik heb jarenlang waarschuw ik al, ik bewaarschuw ook de jongeren, de zogenaamde progressieven, wees voorzichtig met de manier waarop je oppositie voert in deze tijd. Want je speelt eigenlijk anderen in de kaart die eigenlijk veel erger zijn dan deze die we nu hebben. Dus ik vraag me af of het nog zin heeft. Kijk, politiek in Suriname is sowieso een moeilijke zaak, want het is machtspolitiek. Eigenlijk zou politiek moeten gaan over argumenten voor en tegen een bepaalde issue. Maar daar gaat het in Suriname nooit over. Het gaat alleen over belangen en het is machtspolitiek. Natuurlijk mag het over belangen gaan. Nee. Politiek moet over belangen gaan. Zeker. Ja, wat zei het? NPS, dat is uw partij. Die is uit de coalitie gestapt. Hoe komt dat bij u over? Nou, ik voer dat helemaal af. Ik vind dat een schandalige vertoning. Ik vind dat de NPS Suriname in de steek laat. Waarom? Ze stellen, kijk, de VHP kan niet zonder de NPS. En Suriname kan niet zonder die combinatie VHP-NPS. Het is gebleken. We hebben die combinatie van het oud kapitaal, het traditioneel kapitaal dat nog geloofde in parlementaire democratie en dergelijke, hebben we nu ondersteund worden. Eerst moet de orde, de oude orde hersteld worden
voordat het mogelijk is om aan het nieuwe te werken. Want het nieuwe is nog niet ready. De nieuwe tijd is nog niet aangebroken. De nieuwe de nieuwe werkvormen in de politiek zijn nog niet tot ontwikkeling gebracht. Dus zolang het nieuwe er nog niet is, moeten we doen met wat we hebben. En dat is de parlementaire democratie, dat is zijn de traditionele politieke partijen. En ik vind het dus eigenlijk heel tragisch dat de NPS midden in de grootste crisis die Suriname ooit heeft meegemaakt, dat die uit een coalitie wegloopt. Ik vind het ook heel dom. Wie gaat door met het milieu? NPS had twee van de topbelangrijkste ministeries. Milieu en onderwijs. De twee ministeries die beslissend zijn voor de toekomst van Suriname. Milieu en onderwijs. Die had NPS. En dat laat je nu in de steek. Dit hele milieu, terwijl olie op zee geboord wordt. Terwijl kwikverontreiniging plaatsvindt in het binnenland. Laat je het milieuministerie voor wie? Voor ABAP? En wat about het kiesstelsel? Het kiesstelsel komt straks aan bod. Ga je het overlaten, het hele proces van de kiesstelsel, aan je eigen rivalen? De NPS heeft als argument aangehaald dat zij uit de coalitie stap omdat ze niet gehoord werden. Wel, dat vind ik de grootste nonsens, want dat is dus geef je jezelf een bewijs, een diploma van ongeschiktheid. Nou, ik laat het hierbij. Ik heb het, of zal ik die meneer Bakker nog een keer proberen? Ik vind dat hij een punt had hier. Als mensen een punt maken, dat is ook hier de bedoeling. En dat wij die gewoon aan het woord laten. Ik probeer het nog een keer. Wat is met de lijn in Suriname deze dag? Ik weet niet zo precies wat is daar. Ik probeer nog een keer contact te zoeken met meneer Bakker. Hij was bij het punt van NPS uit de regering. Eigenlijk zou ik hem daarvoor bellen om analyse te geven over het vertrek van NPS. Ik bel meneer Bakker eigenlijk daarvoor. Ik bel terug. De verbinding is niet stabiel. Ik weet niet. Wat is met Suriname? Suriname is niet stabiel vandaag. Ik bel naar Suriname en die verbinding valt steeds uit. Ja, maar we waren bezig bij NPS. Hè? Ik vind het dus heel erg dat de NPS Suriname in de steek laat, want Suriname heeft de NPS nodig. De VHP heeft de NPS nodig. De VHP kan het niet alleen. De VHP heeft de NPS heel hard nodig om tegenwicht te bieden tegen ABAP-PL. De VHP benoemt allerlei mensen op posten. Kijk, ik weet dat de president liefst nog meer posten en posities aan de NPS had willen geven. Maar het is niet mogelijk om drie redenen. 1. ABAP is hongerig. 2. PL is hongerig. En 3. De VHP-achterban is niet meer de VHP-achterban van 1970, van de PNP. Laschman had die wijsheid. Maar Santok, ik zeg niet dat hij die wijsheid niet heeft. Misschien heeft hij het, maar de achterban van de VHP wil ook nu geaccommodeerd worden. En jarenlang hebben ze tweede viool moeten spelen. Nu willen ze ook op de eerste rij. Dus er is heel weinig ruimte op de eerste rij, weinig posities. Dus, de NPS aangaat dat ze niet genoeg ruimte kregen, vind ik heel erg, want dat geeft de voorzitter zichzelf een bewijs van ongeschiktheid. Omdat de hoofdtaak van een politieke partij is om je zaken op de agenda te krijgen. Een van de zaken die NPS onder zijn hoede heeft gekregen was volkswoningbouw. Ik heb gehoord dat de voorzitter, Rusland, die dus dit in zijn portefeuille had, dat die geklaagd heeft dat hij geen geld kreeg van de regering. Nou, als dat het geval is, dan moet je niet blijven zitten. Dan moet je je achter de aanhangers mobiliseren en naar Para gaan. En daar op dat terrein waar de woningen gebouwd moeten worden, een demonstratie houden met borden en zeggen van, geef ons geld voor onze woningen. Maar je doet niet. Weet je, de NPS heeft, deze leiding van de NPS heeft vertrouwen gesteld in achterkamertjes politiek. Ze zijn in een kamer gaan zitten met Sjaan, met Brunswijk. En met die mannen van PL. En toen hebben ze de koek verdeeld.
Dan zijn er afspraken gemaakt. Maar weet je, je kan als politieke partij niet vertrouwen op andere politieke partijen om jou te accommoderen. Het is niet juist. In de politiek gaat niemand voor jou opstaan zodat jij kan gaan zitten. In de politiek moet je mensen duwen. En je moet voordringen zodat je kan gaan zitten. Je moet je eigen zetel veroveren. Je gaat het nooit gratis krijgen. Dus daarom vind ik het heel erg het argument dat ze niet gehoord werden. Maar wat ik erger vind is dat ze dit land in de steek laten in een tijd van een hele grote crisis. Het onderwijs laten ze in de steek, het milieu laten ze in de steek, de volkswoningbouw laten ze in de steek. Dat waren drie dingen die in het portefeuille van de NPS waren. En wie gaat dat dan nou overnemen? Nee, maar meneer Bakker, ze willen niet daar zitten als spek en bonen. Dat is wat meneer Rusland zegt. Ik heb niks in te brengen. Dat is nonsens. Dat is wat ik zou zeggen. Hoe kan je zeggen dat je niets in te brengen hebt? Hij wordt niet gekend bij besluitvormingen. Wordt hij niet gekend bij besluitvormingen? Dat mag gebeuren. Jij bent als politieke partij, heb je middelen om daar tegenin te gaan. Je kan mensen mobiliseren, je kan workshops organiseren, je kan conferenties organiseren, je kan beleidspapers schrijven, je kan demonstraties organiseren. Je kan ingezonde stukken schrijven. Er is zoveel wat je kan doen, maar nooit werd er iets gepiept. Je hoorde af en toe een gepiep, ja. Af en toe een gepiep. Maar nooit een brullende leeuw. Het was nooit een brullende leeuw. Het was alleen maar gepiept. Maar ik word niet gehoord. Je kan dat niet zeggen. Je kan dat niet zeggen als je een politieke partij bent. De essentie van een politieke partij is mobilisatie. Als je dat niet kan, dan kan je ophouden. Dus ik ben heel erg teleurgesteld in deze stap van de NPS. Heel, heel erg. Omdat ik vind dat het toont politieke lafheid. Want waarom doen ze het? Ze denken dat ze vanaf nu vrij kunnen bommelen, de regering, tot naar de verkiezingen. En dan hopen ze van 3 naar 6 of 7 zetels te gaan. Maar luister, dat betekent dat je het land op het spel zet voor de partij. Het zou niet zo moeten zijn. Ik vind dat desnoods moeten we als partij ten onder gaan, maar we dienen het land in de eerste plaats. Desnoods gaan we, want we zijn als partij, is de NPS achteruit gegaan, maar hij heeft het land daarmee gered. Hij heeft het land gered, maar nu is er een ander denken, het land is niet meer op de eerste plaats, de partij is op de eerste plaats. Men heeft Finne altijd verweten van, de partij is onder Finne achteruit gegaan. Inderdaad, ja. Waarom? Omdat hij zich op het land concentreerde. En ik vind, desnoods moet NPS ten onder gaan als het land kan overleven, daardoor. Maar het moet niet zo zijn dat de NPS blijft leven en het land gaat ten onder. Zo moet het niet zijn. Al gaan we van 3 naar 6 zetels. Wat winnen we daarmee? De situatie verandert niet. De NPS is uit de coalitie gestapt. Helpt het de prijzen verlagen? Helpt het de lonen verhogen? Helpt het iets voor wat betreft de harmonie en de samenwerking in het land? Het helpt niets. Het helpt niets. Het is alleen maar verdere achteruitgang. Het is ook. Ik vind dat eigenlijk de mensen die de acties voeren eigenlijk ook extra kracht hebben geput uit de stap van de NPS. Dus NPS is ook mede verantwoordelijk voor de toestand waarin we zitten. Het is eigenlijk, het uittreden van de NPS is een soort anomiegedrag. En dat is zo bekend in de Surinaamse politiek. Die overloperij is zo bekend, het is al zo oud. Ik had nooit gedacht dat de NPS er ook aan mee zou doen. Kijk, men wijst erop, ja, we gaan een comeback maken, want we hebben een goede reputatie. Finne heeft dit en dat allemaal gedaan. Onder Finne alleen was het vooruitgang. Maar wat de mensen vergeten is dat Finne zijn resultaten kon boeken, mede dankzij de steun van Lashman en Sarju. Zonder de steun van de VAP was het niet mogelijk. En deze twee partijen hebben een hele hoge prijs betaald. Eerst heeft de VAP een hoge prijs betaald, doordat de BVD zich is gaan afscheiden met al hun miljonairs. Zijn zich gaan afscheiden. En daardoor is de NDP weer aan de macht gekomen. 10 jaar lang. Dus ik ben heel erg teleurgesteld in de stap van de NPS. Maar dit is ook niet het einde van de wereld. We zullen zien hoe het. Maar wat betekent dit voor de partij, voor de toekomst van de partij met het oog op 2025 verkiezingsjaar? Wel, ik denk niet dat, kijk, deze move, kijk, het NPS zwalkt eigenlijk heen en weer tussen middenklasse en marginale massa. Hè?
En deze stap is eigenlijk een stap om tegemoet te komen aan de stemming onder de achterban. Maar weet je wat, dat is ook een teken dat de NPS nooit gewerkt heeft aan de vorming van de achterban. Waardoor eigenlijk wanneer in tijden van crisis is er geen leiding. Want dan nemen de stemmingen over. Dus het land wordt nou geregeerd door stemmingen. Stemmingen van de massa. En omdat de massa niet geschoold is, niet getraind is, niet ideologisch gevormd is, dan wordt de massa geleid door sentimenten, door gevoelens, door emoties. En dan is er geen leiding. Het land is leidingloos omdat de politieke partijen hun achterbannen niet gevormd hebben. De achterbannen dienden alleen maar als instrument, als machtsinstrument voor bepaalde etnische elites. En ja, het was tijd om daarmee te breken. Maar in plaats van daarmee breken, vallen we steeds, gaan we steeds dieper terug in dat systeem. Maar goed, ik kijk hoe het verder gaat. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik praktisch een edeling ben in de NPS op dit ogenblik. Mm-hmm. Iedereen staat te juichen, iedereen is happy. Men zei, ik ben heel, heel happy dat dit besluit is gekomen. Nu gaan we hard werken, nu gaan we werken, nu gaan we werken. Ach, come on. Je had moeten werken toen in de regering. En het is, behalve dat het politieke lafheid is, dat je de regering verlaat, is het ook dom. Het is kiezersbedrog. Want toen we aankondigden dat we in de regering gingen, we hadden onderwijs, we hadden volkswoningbouw. Dat laten we alles in de steek. Dus alle beloftes die we hebben, laten we in de steek. Dit hadden we niet aan de kiezers beloofd. Dit hadden we niet aan de kiezers beloofd. Anyway, het geluid, ik vind de situatie heel zorgwekkend. Mm-hmm. Ja. En dat juist op dit moment, in deze zorgwekkende situatie, de NPS zijn kameraden in de regering in de steek laat met loze argumenten. Loze argumenten die al moeten verdoezelen dat wij alleen maar achter de achterbaan aanloopt nu. De NPS geeft geen leiding. De NPS voedt niet op. De NPS heeft dat allemaal verwaarloosd en kan niets anders doen dan de boze achterban volgen. Okay. En dat is jammer, want er is dan geen leiding. Ja, ja. Het volk wordt gestuurd door emoties en sentimenten en stemmingen. De NPS wordt geleid door stemmingen en niet door stemmen. Er wordt nooit gestemd. Nooit stemmen over iets. We hebben niet gestemd in de partij dat alle leden hun stem mochten uitbrengen over deze stap. En men denkt dat men met deze stap de weggelopen gemarginaliseerde massa terug gaat winnen. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat echt niet gebeuren. Dat hebben we gezien. Anyway. Maar in tegendeel is het zo dat nu ook de middenklasse, die eigenlijk nog de laatste stronghold van de NPS is, de stedelijke middenklasse. Maar als je dit soort dingen doet, wegloop van je verantwoordelijkheden in de regering. En waarbij dan de schijn gewekt wordt dat je eigenlijk meegaat in die stroming van NDP en de buitenparlementaire oppositie, dan vervreemd je de middenklasse van je. En de stedelijke middenklasse is de laatste pilaar van de NPS. Maar door deze stap, uit de regering te stappen, gecombineerd met die hele situatie waarin we zitten, de crisis, en de ruitjes die er nog een schep bovenop hebben gedaan, zijn er, ik zie het in mijn eigen omgeving. Ik zit in een middenklasse omgeving, mijn kennissen, et cetera. Maar ik zie het ook op de poli. Ik praat met honderden mensen elke week. Ik zie het dat de weggelopen armen, de armoedzaaiers keren niet terug. En de middenklasse, die schrikt van dit ding en keert zich af van de NPS. Er zijn maar drie groepen die blij zijn op dit ogenblik. 1, NDP'ers zijn blij dat de NPS eruit is. NPS'ers zijn blij dat de NPS eruit is. En afrocentristen zijn blij dat de NPS eruit is. Ik heb van NPS'ers zelf berichten op Facebook gezien, waarbij ze ABOP oproepen om ook mee te gaan naar de oppositie. Dus je ziet het denken wat heerst op het ogenblik in de massa. Het is geen geschoold denken, het is een emotioneel, reactief denken.
Het is een primitief soort denken. En het is niet op deze basis kunnen we dit land niet verder opbouwen. Dus ik vraag me ernstig af of het nog zin heeft om met dingen als City Sernang door te gaan in Suriname. Dus ik vraag me ernstig af, want je geeft zoveel. Je hele leven geef je aan meetings van City Sernang, schrijven van stukken, we houden van bijeenkomsten, voorlichtingsbijeenkomsten, radioprogramma's. Maar het lijkt alsof het gewoon is gewoon water naar zee dragen. Want het gaat in plaats van vooruit, gaan we steeds verder achteruit. Dus, meneer Bakker, hoe kan een vreedzame demonstratie zo uit de hand lopen? Omdat er elementen in de massa waren die van plan waren het uit de hand te laten lopen. Er waren mannen met pistolen in de menigte. En hoe kan het uit de hand lopen? Is het ook de schuld van Tjaan volgens jou? Hoe kan het uit de hand lopen? Deze dingen hebben van nature de neiging om uit de hand te lopen. Zodat je een massa mensen hebt en geweld komt in het spel, loopt het uit de hand. Het zijn primitieve driften die naar boven komen. Dierlijke driften bijna. Agressie. Geweld. En deze dingen, geweld roept geweld op. En het gaat maar door, je komt in een spiraal terecht. En hoe het kon, ik weet het niet. Maar ik vermoed dat het provocateurs zijn geweest die het hebben laten escaleren. En ze hebben het met opzet gedaan. Het was gepland. Want je ziet, ze waren al klaar met hun ploegen. Grote trucks. In die four-wheel drive trucks rondrijden. Hoe noem je dat? Tonner? Ja, rondrijden. Uh-huh. En overal zaken aanvallen. Woningen aanvallen. Mensen aanvallen. Ze rijden rond. Het was gepland. Het is georganiseerd. Zo is het uit de hand gelopen. Dit hele ding is gewoon een georchestreerde zaak. En het verwondert me niet dat het van de NDP hoek komt in verband met 8 december. De man is veroordeeld. Het moment van zijn inhechtenisneming nadert. Dus dit alles moet ook in dat verband bekeken worden. Deze rellen. Wat zegt u? Die rellen wat allemaal gaande ja. is. Kijk, en natuurlijk. Iemand heeft een studie gedaan naar de massamoorden op de Rohingya in Cambodja, Myanmar. En die studie heeft uitgewezen dat er maanden van ophitserij aan vooraf zijn gegaan in de social media in Myanmar. Social media heeft een rechtstreeks oorzaak gehad voor de genocide in de Rohingya in Myanmar. Precies zo. In Suriname op Facebook systematisch maanden is men bezig deze regering af te breken. Alles te zeggen dat deze regering net zo erg is als de vorige, terwijl dat helemaal niet waar is. Het is helemaal niet waar. Er is verschil. Ik ben geen VAP'er. Ik ben geen voorstander van de oude politiek. Ik ben met nieuwe dingen bezig. Maar er moet verschil gemaakt worden. Er is verschil tussen de VAP en de NDP. En het zijn wezenlijke verschillen. Er zijn wezenlijke verschillen. En het is dom. Heel erg dom van de buitenparlementaire oppositie om dat verschil niet in te zien. En hun strategie niet daarop af te stemmen. Op dat verschil. Zorg ervoor dat de VAP... en deze regering zaken een beetje kan regelen. Straks komen de verkiezingen. Als er orde blijft en het blijft veilig, dan kunnen we in de volgende ronde kunnen we een beter georganiseerd tevoorschijn komen als progressieven in dit land. Maar nee, we horen niet. Ze willen alleen maar schelden en schuld geven en klagen enzovoorts. Kraaibeetjes. Allemaal uit opportunisme. Niemand denkt aan het land. Iedereen denkt aan zijn eigen hachje. En dat wordt steeds erger. Het is een echte armoedecultuur. Ja. Duidelijk. Ik dank u voor uw tijd en toelichting, dokter Wim Bakker in Paramaribo. Geen dank. Grand Annie. Het is live radio, Standvaste FM. Blijf scherp. Standvaste. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.